waar vroeger de decembermoorden werden besproken in kleine kring of publiekelijk in bepaalde kringen, is er nu een brede maatschappelijke discussie over de vraag hoe je moet omgaan met de trauma's van geweld. In de discussie over hoe we verder moeten met deze trauma's zijn er twee stromingen. De stroming van de confrontatie met de rechtszaak als instrument van confrontatie en de stroming van de dialoog met waarheidsvinding als instrument voor dialoog. Wat zal er met Suriname gebeuren als Bouterse via een rechtszaak wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf? Dat is de vraag die iedere Suriname zich moet stellen om te bepalen tot welke stroming je wilt behoren. Hier is mijn simpel antwoord. Als Bouterse gearresteerd wordt, gaat Suriname een nieuwe periode van geweldsuitbarstingen tegemoet. Er gaat opnieuw veel bloed vloeien. Waar baseer ik mijn antwoord op? Ten eerste, Bouterse is diep geworteld in de Surinaamse samenleving, of je het nou leuk vindt of niet. De uitslag van de verkiezingen is een bewijs. Maar de verankering in de instituties van de gewapende macht is minstens zo belangrijk. Ten tweede, ik stel me praktisch voor wat er gaat gebeuren over 5 jaar, als mogelijk een nieuwe frontregering aan de macht komt en uiteindelijk besluit om Bouterse te arresteren. Ik schets mijn scenario over wat er zou kunnen gebeuren. De rechter doet uitspraak dat Bouterse de gevangenis in moet. Justitie stuurt in opdracht van de frontregering een eenheid van politie en militairen naar zijn huis om hem te arresteren. Er ontstaan binnen de gewapende macht splitsingen met voor- en tegenstanders. Misschien vinden geweldsuitbarstingen al plaats voordat ze het huis van Bouterse bereiken. Mochten ze daar aankomen, dan worden ze opgewacht door honderden, mogelijk duizenden gewapende aanhangers. De frontregering roept de hulp in van Amerika en Nederland. Hun mariniers landen in Paramaribo en overal wordt er geschoten totdat één partij overwint. De andere partij zal meedogenloos worden afgeslacht omdat het een kwestie wordt van overleven. En door dit alles kun je voor de komende 50 jaar iedere ontwikkeling van welvaart en welzijn vergeten in Suriname. Is deze analyse volstrekt onzinnig? Zal het allemaal meevallen en vinden er slechts enkele opstootjes plaats die zonder bloedvergieten de kop in worden gedrukt? Misschien. Maar wil je het risico wel lopen dat je ongelijk hebt? Wil je wel gokken met levens van honderden Surinamers? Ik niet. Iedere Surinamer moet een standpunt bepalen waar je staat in deze discussie. Kiezen we voor confrontatie of voor dialoog? Je moet geen kiekeboe spelen en het steeds maar hebben over een juridisch proces, maar volledig zwijgen over de gevolgen van de uitkomst van dat proces voor welvaart en welzijn van Surinamers. Als het principe van de scheiding der machten tot sociale onrust leidt, dan moeten verantwoordelijke mensen andere mechanismes invoeren om sociale rust te brengen. En dat is ook gedaan in Suriname in het geval van de Binnenlandse Oorlog. De wreedheden van het Nationaal Leger van 8 december en Mewana zijn bekend. Laat me enkele voorbeelden geven van de wreedheden aan de andere kant. Tijdens de Binnenlandse Oorlog was een soldaat van het Nationaal Leger tijdens een militaire actie per ongeluk in de richting van het Jungle Commando gelopen in plaats van naar zijn eenheid. Hij werd gevangen genomen. Hij werd vervolgens in stukjes gekapt door het Jungle Commando. Zijn doodgeschreeuw was opgenomen op een geluidsband terwijl hij stierf. De lichaamsdelen zijn in een boot gestopt en bedekt met pinabladeren en de rivier opgeduwd. Het ontbonden lichaam werd 3 dagen later gevonden. De ouders wilden het lijk niet begraven omdat ze weigerden te geloven dat het hun zoon was. De verantwoordelijken voor deze moord zijn nooit voor het gerecht gedaagd. Er is een geval van een soldaat die gevangen genomen werd en op de manier van de Islamitische staat is onthoofd. Het hoofd en het gescheiden lichaam zijn gevonden. In een ander geval is een militair voertuig met 2 soldaten op een landmijn gestuurd. Het voertuig bevatte een bijl en pikhouweel en was omgekanteld. De soldaten kropen eruit en werden gevangen genomen. Het hoofd van de ene soldaat is met een bijl gespleten
en het hoofd van de andere soldaat is met de pikgoweel verbrijzeld. Iedereen snapt dat dit verschrikkelijk wrede misdaden zijn die door geen enkele daad van verzet gerechtvaardigd kunnen worden. Je kunt je alleen afvragen waarom ze nooit dezelfde aandacht hebben gehad van mensenrechtenorganisaties als de wreedheden van 8 december en Mojwana. Als je het principe van de scheiding der machten zou toepassen, zou je deze vreselijke misdaden voor de rechter moeten brengen. Dat is niet gebeurd. Er is vrede gesloten met het Jungle Commando en de daders hebben amnestie gekregen. Voor de nabestaanden is dit een verschrikkelijke last die ze moeten dragen. Zij hebben een hoge prijs betaald voor de vrede van de Binnenlandse Oorlog. Toch was en is het in mijn ogen een verstandig besluit geweest om de Binnenlandse Oorlog te beëindigen en amnestie te verlenen. Waarom? Ik denk dat een samenleving vrede nodig heeft om zich te ontwikkelen en niet in een permanente staat van oorlog kan verkeren. En vrede heeft een bepaalde prijs, die vooral door nabestaanden betaald wordt. Daarom is het de plicht van de samenleving om die prijs te verlichten door goed om te gaan met de nabestaanden. Ik zal nu mijn reactie geven op het artikel van Hugo Esset over mijn veiligheid. Op 6 augustus heb ik op mijn verzoek een gesprek gehad met Hugo Esset. We hadden op zijn verzoek afgesproken om het gesprek niet publiekelijk te maken. Ik was daarom verrast dat hij een deel van het gesprek openbaar heeft gemaakt. Esset begon met de verklaring dat hij lid was van de volksmilitie. Ik wist dat van vrienden van mij die ook in de volksmilitie hebben gezeten. Mijn vrienden dachten dat ze hun land verdedigden in die periode en hebben later tegenover mij afstand genomen van de volksmilitie. Daarom was de mededeling van Esset voor mij geen probleem. Maar ik was wel verbaasd dat hij nog steeds niet publiekelijk afstand heeft genomen van het feit dat hij na 8 december 1982 met wapens in de hand de decembermoorden heeft verdedigd in de volksmilitie, terwijl hij zichzelf nu als een van de publieke woordvoerders presenteert van de nabestaanden. Toen ik aanstalten maakte om te vertrekken, vroeg hij me om even te wachten omdat hij 3 zaken onder mijn aandacht wilde brengen. Ten eerste, de andere nabestaanden vinden het beledigend dat ik de cijfers heb verschaft over het totaal aantal doden in relatie tot de doden van 8 december. Dat nemen ze me kwalijk. Ten tweede, 8 december is de dag waarop de andere nabestaanden hun doden herdenken en ik zou daarom mijn rapport niet op 8 december mogen presenteren. Hij sprak alsof ik geen nabestaande was en geen rechten kon claimen als nabestaande. Ten derde, zei hij tot 2 keer in het gesprek letterlijk tegen me: ik waarschuw je, je speelt met je leven. Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik dat als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging. Ik heb het luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking 2 geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst. Ik zei van wie komt die bedreiging dan? En toen zei hij van Boutersen. Maar toen zei ik van ja, zou het toch gek zijn als ik met Boutersen zit in de getuigenis dat hij me dan doodziet? Ik heb beveiliging, ja. In principe heb ik een lijfwacht. Een militair, iemand van de veiligheidsdienst. En bij de veiligheidsdienst werken militairen. De beveiliging is niet gekomen naar aanleiding van Hugo Esset. De beveiliging is gekomen omdat sinds ik de brief heb gepubliceerd en de emoties gingen oplopen, dat we dan concludeerden dat er een gek kan zijn om gekke dingen te doen. En ik ben in het verleden vaker wel eens bedreigd, dus het is geen nieuw ding voor me. Een onderdeel van het onderzoek was het bezoeken van de locaties in het binnenland waar mensen om het leven zijn gekomen. Stalkertsijver, Bronsweg, Atjoni, de Burkepondendam, Krakka, Marshallkreek, Mojwana, Alfonsderf, Komituanekreek, Mungo, Albina, etc. Gedurende 3 dagen ben ik in het binnenland op stap geweest met een groep militairen van het Nationaal Leger. Ik heb foto's genomen van de locaties en de verhalen aangehoord van de militairen die bij gevechtsacties betrokken waren geweest. Als ik in oktober terugkom, hoop ik de reis opnieuw te maken, maar dan met leden van het voormalige Jungle Commando, zodat ik de verhalen van de andere kant kan horen. Er is technisch overleg geweest met Melvin Linscheer over het gesprek met Boutersen. Er is geen inhoudelijke voorbereiding geweest. Daar is het nog te vroeg voor. We wachten de resultaten van het onderzoek af. We hebben besloten om het in het Nederlands te houden, omdat een groot deel van de jongere generatie in de Surinaamse diaspora geen Suriname tongen spreekt.
We willen hen deelgenoot maken van het proces. We hebben vooralsnog besloten om het gesprek ergens in het binnenland te voeren. We hebben nog geen definitieve locatie bepaald. De gesprekken tussen mij en Boutersen zullen plaatsvinden van vrijdag 27 tot en met zondag 29 november. En het rapport zal worden aangeboden op dinsdag 8 december. We hebben vooralsnog gekozen, niet dat iemand ons met een camera interviewt, maar dat het op de band wordt opgenomen. We willen dat die gesprekken direct nadat we klaar zijn, uitgeschreven worden. Zodat de uitgeschreven tekst en de audiobanden op 8 december beschikbaar zijn. Hoe gaat het publiek toch zeker weten dat er dan in die banden en zo niet geknipt wordt? Ik ga er niet uit dat dat gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk de vraag die meteen... Dus ik snap wat u zegt. Ja, ik snap uw vraag. Dat wordt een kwestie van vertrouwen. Meer kan ik er niet van maken dan dat. Zoals het is opgenomen, precies integraal uitzenden. Precies. Dat is op mijn voorwaarde. Alleen niet direct live. Oh, ze wilt helemaal geen camera? Nee, ik wil er geen camera bij. Oh, ze krijgen geen beelden? Nee. Maar de banden zullen gewoon beschikbaar worden gesteld. En voor mij is dat de voorwaarde, dat er ook niet in geknipt kan worden. Dus wat mij betreft is er daar gewoon geen ruimte voor, want dat is niet de intentie van het hele traject. In welke setting moet ik me het gesprek voorstellen? Heeft de president bijvoorbeeld zijn advocaat bij zich? Die kan ingrijpen dat hij zegt van stop. Of hebt u adviseurs naast? Nee, ik ben uitgegaan van een één-op-één gesprek. En ik moet me eerlijk zeggen, als daar een advocaat bij zit, dan waarom zou ik dat gesprek voeren? Want dan is het een juridische aangelegenheid. Maar dat is niet waar ik naartoe wil gaan. En dat komt op de band. En het komt op de band. En als hij daar dingen zegt die tegen hem gebruikt zullen worden in de rechtszaak, ja, die consequentie moet hij maar accepteren. Maar ik ben daar toch niet om zijn juridische problemen op te lossen. Ik denk dat de juridische traject ook niet de oplossing is. Ik vind dat hij clean moet komen met wat er gebeurd is, ongeacht de juridische consequenties.